Dag dames en heren, ook vanochtend vroeg trokken weer een paar sneeuwbuien over het land. Zoals verwacht leverde dat op sommige plaatsen een laagje sneeuw op van een paar centimeter. En niet alleen dat, maar natuurlijk ook weer gladheid. Nou, in de loop van de ochtend liep de temperatuur op tot boven nul en daarna hadden we eigenlijk prachtig weer met veel ruimte voor de zon. Dat zien we ook op de animatie. Nederland vanmiddag overwegend in de zon en de komende 24 uur komt daar niet zo heel veel verandering in. Af en toe trekken wel wat wolkenvelden, met name over het noorden van het land, maar het blijft voorlopig wel overal droog. In de loop van dit weekend zien we vanuit het westen een grote pluk met bewolking en ook regen naderen. Dat krijgen we vooral na het weekend over ons heen. Ja, en dat gaat ook gepaard met een veel zachtere lucht, dus het einde van de kou is wel in zicht. Nou, vanavond en vannacht nog niet. In eerste instantie is het vrij helder. Later in de nacht zien we met name in het noorden dus wat meer bewolking verschijnen. En in het noordwesten blijft de temperatuur daardoor een paar graden boven nul. Elders in het land gaat het opnieuw vriezen. Min 1 graad langs de kust. En lokaal min 6 of min 7 in het zuiden van Limburg, waar natuurlijk nog steeds die laag sneeuw ligt. Nou, morgen overdag loopt de temperatuur dan geleidelijk op tot boven het vriespunt. Maar niet overal. Waarschijnlijk blijft Zuid-Limburg, het uiterste zuiden van Limburg, opnieuw iets onder nul steken. Elders temperaturen tussen de 1 en de 5 graden. En daarbij is het best mooi weer met geregeld ruimte voor de zon. En later in de middag langzaam wat meer sluierbewolking. Waaien doet het ook niet al te sterk. Een zwakke tot matige wind boven land en aan de kust kan de wind later in de middag af en toe even vrij krachtig worden. Dat is een windkracht 5. En de wind komt meestal uit een zuidwestelijke richting. Zondag ziet er dan heel anders uit. De dag begint al bewolkt. Er staat een stevige wind, een zuidelijke wind. En dat betekent dat die koude lucht onder in de atmosfeer in eerste instantie nog aanwezig is. Geleidelijk aan gaat het uit die bewolking ook af en toe wat licht regenen of motregenen. En dat kan met name zondagochtend vroeg aanleiding geven tot wat gladheid door bevriezing of ijzel. Dat is wel iets om even rekening mee te houden. Nou, in de loop van zondagmiddag krijgen we al met die zachtere lucht te maken. En dan zien we temperaturen van zo'n 5 graden langs de oostgrens tot 7 of 8 graden langs de kust. En dan zal die gladheid heel snel gaan verdwijnen. En gladheid zien we ook in de nieuwe week voorlopig niet meer terug. Want het wordt ronduit zacht, temperaturen oplopend tot in de dubbele cijfers. Lokaal kan het in het zuiden van Nederland zelfs een keer 13 graden worden. Maar ja, het is wel wisselvallig met dagelijks vrij veel regen of buien. Daarbij ook een stevige wind met vooral maandag kans op zware windstoten. Ik wens u alvast een goed weekend.